Goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag tegen het geweld. Ja, hoe ga je dat dan weer tekenen? Ik denk, laten we eens zo'n stripwolkje tekenen, zo'n vechtwolkje, weet je wel. Zo'n wolkje waar dan kreten uitkomen, vuisten en dat soort dingen. Ja, ik ga je gewoon laten zien hoe je dat tekent. Teken je weer mee? Ja, een stripgevecht. Ik weet niet of je dat nog kent. Vroeger bij Asterix en Obelix, ik vond dat prachtig. Als ze dan weer ten strijde trokken tegen de Romeinen. En dan zag je zo'n gevechtswolkje. Nou, laten we dat nou eens gewoon gaan tekenen. Zo'n wolkje. Eerst laten we wat dingen eruit ook komen zo. Dus daar zetten we van streepjes voor. Zodat we ook zien van, oh nou, dat zijn dingen die uit die wolk komen. En laten we dan die wolk daarachter eens tekenen. Echt een wolk dat men aan het vechten is, zeg maar. Zo. Nou, daar kan ook weer een wolkje uitkomen natuurlijk. Zo, maar wat kan er ook uitkomen? Bijvoorbeeld. Een doodshoofd. En een bliksemschicht kan ook nog. Dus dan doe je zo. Het leuke is, als je zo'n wolkje dan ook nog een schaduw eronder tekent, dat het wolkje ook echt boven de grond zweeft. Nou, een voet, bijvoorbeeld, die uit de wolk steekt. Een armpje. Ja, ik kan ook kreten uit laten komen. Hè. Ah, zo. Ja, zo. Meestal is het ook een donker wolkje, dus je kan hem ook nog wat schaduw geven, de wolk zelf. Een bordje wat eruit vliegt. Verwensingen natuurlijk. Dat soort dingen. Oh ja, natuurlijk. Wat je ook vaak ziet is inderdaad die... een bom. Het kan ook een handgranaat zijn. Ik weet niet of jullie die een beetje kunnen tekenen. Zo. Nee, ik ken het zo goed, een handgranaat. En het kunnen ook gewoon sterretjes zijn natuurlijk, hè, die eruit vliegen. Zo. Makkelijke manier om een sterretje te tekenen. Denk maar aan een poppetje. Hoofd. Twee armpjes. En twee voetjes. Een beetje dat die zeester bij SpongeBob. Dat idee. Zo. Ik denk dat we zo'n aardige wolkje hebben.
kan je wel wat uit laten steken. Zo. Ook nog een bordje. Zo, nou, ik denk dat we zo... Je moet ook niet gaan overdrijven, anders wordt het te druk. Nou ja, een gevechtswolkje. Probeer zelf ook eens een leuk gevechtswolkje te bedenken. En dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen.